Goedemiddag allemaal, mijn naam is Dirk Verbeek. Ik ben docent aan het Markiezaap College in Bergen op Zoom. Het is een mbo-techniekschool waar ik werk op de afdeling bouwkunde. Als docent zijnde geloof ik dat we meer uit het onderwijs kunnen halen dan dat we nu doen. Om dat te bewerkstelligen ben ik dit jaar gekozen als onderwijspionier en ga ik me inzetten voor het project AR Videolab. Bij ons op school houden we de visie, die ik zelf ook aanhang, dat ik de studenten betekenisvol wil laten leren. Wat houdt het nou in? Dat betekent dat studenten weten waarom ze iets leren, dat het aansluit op hetgene wat ze al weten, dat het van de juiste complexiteit is, dat het in de juiste context wordt gegeven, dat ze er veel over kunnen praten in de sociale omgeving en dat ze er ook nog eens actief mee bezig zijn. Om dit te bewerkstelligen geven ze op school allerlei opdrachten. Geven ze meer keuzevragen, opdrachten die ze uit moeten werken, werkstukken, zo'n stage, noem maar op. Deze opdrachten wil ik iets verzinnen om dit proces te ondersteunen, genaamd het AR Videolab. Wat houdt AR Videolab in? Twee dingen. Eerste, het Videolab, omgeving waar wij als docenten, in eerste instantie, later misschien ook wel studenten zelf, filmpjes kunnen maken waarin we kort en bondig de theorie kunnen uitleggen. Het maken van video's heeft al verschillende voordelen. Zo heeft het de voordelen van multimedia leren. De studenten kunnen laagdrempelig de theorie meerdere malen bekijken, doordat het op video staat. Misschien nog wel het belangrijkste, docenten onderling kunnen expertise delen, doordat we filmpjes gemakkelijk van elkaar kunnen gebruiken. Deze filmpjes wil ik niet zomaar gaan verspreiden, nee. Dit wil ik gaan doen door middel van Augmented Reality. Augmented Reality houdt in dat je met een mobile device, dus oftewel een tablet of een telefoon, een plaatje scant en daarmee eigenlijk een digitale laag over het plaatje heen legt. Dat kunnen verschillende dingen zijn, zoals een filmpje, plaatje, hyperlink, van alles. Wat voor voordelen heeft dat nou? Op die manier kunnen we informatie JIT brengen, just in time. Kunnen informatie gelaagd brengen, dus het aansluiten op de individuele behoeften van de student en zijn voorkennis. En we sluiten uiteraard aan op de belevingswereld van de student. Ze zijn dan tenslotte vergroeid met een telefoon. Een simpel voorbeeldje. De studenten wordt gevraagd een opdracht te maken waarin ze de stelling van Pythagoras nodig hebben. De eerste student kijkt naar het plaatje, herkent de theorie en kan gelijk door. De tweede student kijkt ook naar het plaatje, weet wel ongeveer waar het over gaat, maar weet niet meer precies hoe het zit. Hij pakt zijn telefoon of tablet, scant het plaatje en drukt op de bovenste knop om lichte hulp te krijgen. Onderin verschijnt de formule, hij weet gelijk weer hoe het zit en kan door met de opdracht. Een derde student herkent de theorie nog wel enigszins, maar weet eigenlijk niet meer hoe het zit. Ook deze student scant het plaatje, drukt op het onderste knopje en krijgt een kort filmpje waarin helder wordt weergegeven hoe de theorie werkt. Zo kunnen we aansluiten op de individuele behoeften van de student, hoeven we niemand tegen te houden en kan iedereen op zijn eigen niveau betekenisvol leren. Voor meer informatie kijk op www.arvideolab.nl.